Mijn excuses, ik merkte dat de microfoon dit keer nog dicht stond. Het zijn live sessies. Ja, vanwege de avondklok sta ik hier in mijn eentje te proberen alle regelaars, alle camera's te dienen. Dus mijn excuses, ik was één knopje vergeten. Ik stond al vol enthousiasme te vertellen in een soort pantomime-stijl. Dus ik begin maar eventjes overnieuw met de presentatie. Hartelijk welkom bij alweer de vijfde aflevering van Dekker Watersport Forget the Manual. Over apparatuur aan boord, waarvan je de handleiding niet helemaal of helemaal niet hebt gelezen. Vandaag hebben we het over de dieselmotor. Nou, in de praktijk is dat een oerbetrouwbaar apparaat. Toch vaart in een derde van de gevallen de KNRM voor een storing aan boord van een diesel van een watersporter. Die je vaak in een paar minuten tijd zelf kunt verhelpen. Met een beetje kennis, kunde en wat reservedelen kun je heel veel van die storingen aan. Het brandstofsysteem, het koelsysteem. Nou, vanavond gaan we eens kijken. Wat voor systemen heb je aan boord? Waarom zijn ze zo kritisch? En waarom is het verstandig om die diesel misschien iets meer aandacht te geven dan dat je gewend bent? Nou, om dat te doen, gaan we eerst eens kijken hoe zo'n dieselmotor werkt. Mijn ervaring is als mensen een klein beetje begrip hebben hoe mooi een moderne dieselmotor in elkaar zit, dat ze vaak ook wat meer begrip hebben van ja, dat dat ding toch af en toe eens wat aandacht nodig hebt. Vooral zeilers zijn toch een beetje motormartelaren. Die diesel die loopt heel erg kort, moet vaak gelijk vol vermogen leveren om de box in te varen. Voordat die op temperatuur is, wordt die alweer uitgezet. Ja, dat maakt dat zo'n diesel het best hard te verduren krijgt. Af en toe staat hij gewoon een half jaar stil en in het voorjaar verwacht je gewoon als je die sleutel omdraait dat het motortje weer start. Nou, vanavond gaan we eerst eens kijken hoe werkt een dieselmotor. Dat geeft hopelijk wat meer begrip waarom het zo belangrijk is om schone, droge brandstof te hebben en die warmte af te voeren. Daarna kijken we naar het brandstofsysteem, want daar komen in de praktijk de meeste storingen voor. Brandstoffilters raken verstopt of ze zwellen op omdat er te veel water in je brandstof zit. Je motor krijgt niet voldoende brandstof, nou, dan gaat hij steeds langzamer draaien. Op een gegeven moment slaat hij af, ja, dan moet of het anker naar buiten toe of de KNRM moet weer eens gaan varen. Tweede waar we naar gaan kijken is het koelsysteem. De verbranding van diesel wekt een hoop warmte op. Die moet je afvoeren omdat anders je motorblokken letterlijk smelt. Ook weer een heerlijk simpel oerdegelijk systeem. Maar vaar je op de Wadden, vaar je op de Oosterschelde, dan pomp je zout water door je systeem heen. Daar groeit van en bloeit van alles in. Je zuigt af en toe eens wat zand op. Ja, dat systeem heeft het zwaar te verduren. Dus ook daar gaan we naar de kritische componenten kijken. Wat is verstandig om aan boord bij je te hebben? En hoe kun je eventuele storingen herkennen en vooral ook oplossen? Uiteraard kijken we ook even wat is verstandig om nou een reserveonderdelen aan boord mee te nemen. Want ja, als je een monteur aan boord hebt en die heeft net het verkeerde type filter bij zich, dan kan hij of zij nog steeds weinig. Nou, het is vanavond een heel circus met meerdere camera's. Af en toe moet ik een kleine verbouwing doen. Nou, hier staat een prachtig 1-cilinder dieselmotortje klaar. Ik verhuis even de microfoon, zodat we niet nog een keer problemen hebben met het geluid. Een prachtig opengewerkt 1-cilinder dieselmotortje. Nou, normaal zit hier allemaal staal omheen, dan zie je niet wat er in die motor gebeurt. Deze is prachtig opengewerkt, zodat ik heel mooi kan laten zien hoe die motor in elkaar zit. Nou, hier zit de zuiger en die kun je zo meteen zien als de knie van een fietser. De knie van een fietser gaat eigenlijk rechtop en neer. Nou, dat doet die zuiger zo meteen ook. Die is verbonden met de trapas, de trapper, de krukas bij een motor. Bij een fiets zou dit de trapper zijn. Dus je knie gaat op en neer, die zuiger. Dit beweegt rond en dat drijft uiteindelijk je schroefas aan. Nou, waarom zou die zuiger naar beneden gaan? Hierboven zie je een hele kleine open ruimte. Daar vernevelt de verstuiver zometeen een heel klein beetje brandstof in. Echt als een soort nevelspuitje waarmee je ook thuis je ramen schoonmaakt. En omdat het een nevel is, verbrandt die diesel heel mooi. Nou, alles wat je verbrandt neemt enorm toe in volume. Een klein beetje diesel wordt een heleboel gas. Dat gas ontstaat hier. En dat drukt die zuiger naar beneden toe. Die druk hier loopt enorm op. De zuiger wordt naar beneden geperst. En dit is eigenlijk het nuttige deel van de hele cyclus. Hier zit nu uitlaatgas. Alle brandstof is opgebrand. Nou, die wil je kwijt. Dus de zuiger gaat weer omhoog. Hey, ik draai hem of de verkeerde kant op. Ja, hij stond net niet helemaal in de goede stand. De zuiger gaat omhoog. Die drukt nu al het uitlaatgas via deze klep naar buiten toe. Verdwijnt door je uitlaat naar buiten toe. Nou, waarom gaat die zuiger omhoog? Dit is een hele lompe bak staal die ik nu vast heb. Op het moment dat die vlam er is, wordt de zuiger naar beneden gedrukt. Die geeft het hele systeem een zwiep, waaronder dit gewicht. Nou, dit is zo zwaar. Door zijn gewicht zwaait hij door, perst de zuiger weer omhoog.
En die drukt al het uitlaatgas naar buiten toe. Nou, dan heb je weer verse zuurstof nodig. Het gewicht, het vliegwiel zwaait door. Aan de andere kant zit nog zo'n klep. Die zuigt nu via de inlaat verse lucht aan. En dit volume neemt toe, dus als een fietspomp zuigt die verse lucht aan. Nou, dan komt de briljante truc van een dieselmotor. De zuiger gaat weer omhoog. En je ziet hoe deze ruimte is nu groot. Die wordt samengeperst tot bijna niets. Nou, terwijl die zuiger omhoog gaat en die lucht wordt samengeperst. Je ziet hoe ongelooflijk klein dat spleetje is. Nou, door dat samenpersen wordt die lucht bloedheet. En dan begint het weer van vooraf aan. De verstuiver stuift een heel klein beetje brandstof in. Die brandstof verbrandt, drukt de zuiger naar beneden toe. En dan begint het weer van vooraf aan. Het vliegwiel krijgt een zwiep, je schroef draait rond. En door het gewicht blijft hij maar rondzwaaien. Nou, wat zijn hier kritieke punten in? Die verstuiver, hoe mooier die brandstof wordt verneveld, hoe mooier de brandstof verbrandt. Om te vernevelen heb je een hele hoge druk nodig. Dit is een heel oud motorblokje. Hier is de druk al 150 bar. 50 keer zoveel als in een autoband. 50 bar wil zeggen 150 kilo gewicht op de oppervlakte van een halve postzegel. Dus 150 kilo per vierkante centimeter. Bij moderne motoren is het al 400, 500 bar. En als je naar de common rail diesels gaat, heb je het over drukken van 3000 bar. 3000 kilo op de oppervlakte van een vierkante centimeter. Ja, dat zijn getallen waar je je bijna niets meer bij voor kunt stellen. Maar je kunt je wel voorstellen om die druk op te wekken. Stel dat je dat met een fietspompje zou moeten doen. Dat dit ongelooflijk nauwkeurig in elkaar moet zitten. Ja, dat zijn toleranties. Die lopen echt in de... Nou, een mensenhaar is daar veel te dik voor. Dat zijn microns, micrometers. Ik kan me daar met mijn brein bijna niks bij voorstellen. Maar het zit prachtig nauwkeurig in elkaar. En je kan je voorstellen als daar stof in komt. Nou, zandkorrel past er al niet eens in. Maar stofdeeltjes, vervuiling inkomt, dan loopt dat systeem gierend vast. Die druk moet ergens naartoe en dan perst hij zichzelf kapot. Het tweede is dat die brandstof extreem droog moet zijn. Dat is de tweede functie van je filter. Al het water wat hierin zit, zorgt dat het systeem begint te roesten, begint te corroderen. Ja, dan heb je natuurlijk hele dure schades. Dus dit is het onderdeel, de verstuiver, waardoor die brandstof zo ontzettend schoon, maar vooral ook droog moet zijn. Nou, als de zuiger naar beneden wordt geperst, krijg je het tweede kritieke punt. Die vlam is natuurlijk bloedheet. Die gaat naar een paar honderd, dik boven de 1000 graden. Dit is aluminium zuiger. Die zal op een gegeven moment gewoon smelten van die hitte. Nou, bij deze motor zie je die blauwe kanalen rondom getekend. Het is een oud motortje. Hier loopt lucht doorheen om te koelen. Bij een scheepsdiesel is dit allemaal hol. Daar pomp je koelvloeistof doorheen. En die koelvloeistof die koelt de zuiger, die koelt de cilinder. En die zorgt dat het hele spul niet smelt, dat het op de juiste temperatuur blijft. Er zitten nog wat meer spullen in, een thermostaat voor de juiste temperatuur. Maar de basis is, zonder koeling wordt dit zo heet dat het letterlijk smelt, dat de onderdelen stuk gaan. Die warmte moet je continu afvoeren. Nou, in je motorblok zit koelvloeistof, die koel je met buitenwater. En dat is het water wat je gewoon door je motor heen pompt, of door je systeem heen pompt, wat er aan de buitenkant weer uitkomt. Nou, dat zijn de twee kritische onderdelen waar we vanavond naar gaan kijken. Nou, dit is een oud motorblokje. Ik heb naast me een moderne veter staan die veel meer lijkt op wat er aan boord van jachten staat. Dan moet ik weer even een kleine verbouwing gaan doen. Ik hoop dat mensen dit zien ziek worden. Maar anders had ik nog meer camera's nodig. Even een stukje naar beneden toe. Het is wat donker. Ik leg ook het licht even anders neer. Zo. Even kijken dat ik zelf niet te veel in beeld kom. Zo. Nou, wat hier staat is een viercilinder Vetus dieselmotor van ongeveer 50 pk. In de praktijk zal die aan boord van boten zitten van een 10, 11, 12 meter lengte. 50 pk is daar een mooie maat voor. Onbetrouwbaar motorblok, zolang je maar zorgt dat die mooie, schone diesel krijgt. Nou, hieronder hangt even een klein brandstoftankje. In werkelijkheid zit hier natuurlijk je paar honderd liter tank van je schip. En vanaf je brandstoftank wil je graag de eerste vuildelen kwijtraken. En dat doe je met een grof filter. Deze zit niet op je motorblok gemonteerd, zit vaak aan een schot
ergens onderweg tussen je tank en je motorblok. En die haalt de ergste vuil en het voornaamste vocht uit je brandstof. Vanaf hier gaat een slang naar een opvoerpompje toe. Nou, dit is een elektrisch pompje wat hier zit. Die hoor je ook ratelen als je het contact aanzet. Vanaf dit pompje gaat het naar een fijnfilter toe. Nou, die is voor jullie wat lastig te zien. Die zit achterop het motorblok. Die geeft in de praktijk ook niet vaak storingen. En dit filter haalt echt allerlaatste vuildeeltjes en water uit je brandstof. Want vanaf hier gaat het naar de hoge drukpomp toe. Deze pomp wekt zometeen een paar honderd bar op. En hier zie je allemaal dikke, sterke leidingen zitten naar vier verstuivers toe. Dit is een viercilindermotor. Dus dit is weer het onderdeel wat heel mooi fijn die brandstof vernevelt. Nou, als we dan even teruggaan naar het begin. Vanaf de tank kom je dus eerst een grof filter tegen. Als je problemen hebt aan boord, is het vaak dit filter wat de klappen opvangt. Moderne brandstoffen wordt van alles aan toegevoegd, vooral biodiesel. In die biodiesel kunnen bacteriën gaan groeien en die kunnen spectaculair snel zo'n filter verstoppen. Daarvoor heb je een wat hogere temperatuur nodig en een klein beetje water. En dan groeien die bacteriën er al vrolijk op los. Dat filter kan dan in 10 minuten een kwartier over stop zitten. Dit is daarom niet mijn favoriete type filter, want ik heb geen idee wat hier binnen gebeurt. Er zit een aftapschroefje onderop, nou, die kun je losdraaien, er komt er wat brandstof uit, zie je wat er gebeurt. Wat ik veel prettiger filters vind, dat zijn deze filters met een glazen onderkant. Hier kan ik keurig zien wat er met mijn brandstof gebeurt. Zit er water in, bijvoorbeeld door een lekkende dekdop, dan zie je hier gewoon een laagje water onderin staan met daarbovenop diesel. Ik zie nu wat mijn brandstof doet. Stel dat er bacteriegroei is, dat wordt zwarte dode schaaldeeltjes. Nou, dat verzamelt zich onderin dat filter. Het voordeel van onderin verzamelen is dat mijn filter niet gelijk verstopt raakt, maar vooral dat ik kan zien wat er gebeurt. Liggen er wat zwarte spikkels, ga lekker varen. Maar zie je ineens een dag later dat het meer wordt, ja, dan heb je helaas een besmetting en dan zal je brandstofsysteem gereinigd moeten worden. Voorkom vooral problemen. Je kunt Grotamar bijvoorbeeld kopen. Dat zijn giffen die voorkomen dat er bacteriën gaan groeien in je brandstof. En die houden dat filter mooi schoon. Dat is wel echt voorkomen dat ze gaan groeien. Heb je een besmetting, ja, dan heb je ook een serieus probleem. Voordeel van dit filter vind ik, ik maak mijn motorkast open. Ik kijk er even in, desnoods met een zaklampje. En ik weet precies of mijn brandstofsysteem goed schoon is of niet. Nou, dit filter zorgt dat je die aan boord 3 of 4 in reserve bij je hebt. Heb je eenmaal een besmetting, dan kan zo'n filter echt in een kwartier 20 minuten draaien verstopt zijn. En dat merk je vooral omdat je toerental langzaamaan steeds lager wordt. Omdat het gewoon steeds moeilijker wordt om die brandstof door dat filter te zuigen. Nou, je eerste neiging is vaak wat meer gas geven. Om dat verlies van toeren op te vangen. Maar ja, dan pomp je hier nog meer brandstof doorheen. Merk je dat je toerental zakt, ga gelijk van het gas af, stationair vooruit. En zoek zo snel mogelijk een veilige plek om dat filter te vervangen. Nou, bij dit soort filters geldt wel, kijk vooral goed wat het serienummer is. Ik pak er even een tweede filter bij. Nou, dit zijn allebei filters van Vetus, groot wit met een glazen potje. Maar als je aan de bovenkant kijkt, ja, dan zie je dat het twee totaal verschillende filters zijn. Ja, het zal je gebeuren dat iemand aan boord stapt, ja, ik heb keurig een reservefilter en het had die andere moeten zijn. Schrijf die nummers op, zorg dat je er een paar op voorraad hebt. Dat scheelt een hoop problemen. Nou, vanaf hier kom je aan bij het brandstofpompje. En het fijnfilter, nou, het fijnfilter is gewoon routineonderhoud. Eens in het jaar, eens in de zoveel 100 draaiuren, vervang dat filtertje en dan heb je er ook geen problemen mee. Je hebt alleen wel een probleem als je dit filter vervangt, want schroef je die eraf en je schroeft er een nieuwe op, dan zit dit vol met lucht. Nou, die lucht moet eruit. Dat vind ik het voordeel van Vetus motoren. Je hebt een elektrisch brandstofpompje, je zet het contact aan en alle lucht wordt er gewoon uitgepompt. Bij veel andere motoren zul je ergens een bout los moeten draaien. Bijvoorbeeld deze, bovenop het filter. Op dit filterhuis zit er ook eentje. Zo'n ontluchtingsbout. Als je die losdraait, dan zit er vaak een hendeltje op je brandstofpomp waarmee je diesel kunt pompen. Totdat hier alleen nog maar massief diesel uitkomt, geen luchtbelletjes meer. Zet je hem dicht, nou, dan heb je eigenlijk je systeem ontlucht. En dan kun je je motor weer starten. Hou er rekening mee dat er vaak nog wel wat lucht onderweg zit. Dus laat hem maar even 10 minuten, een kwartiertje lopen voordat je weer de Waal of de Rijn of de IJssel op gaat. Want dan heb je echt wel een betrouwbare motor nodig. Dus voor je brandstofsysteem geldt, zorg vooral voor een paar reservefilters. Ik probeer ondertussen ook even de vragen mee te lezen. Dat was ik weer eens vergeten te zeggen. Wat heel erg prettig werkt,
Als u thuis zit te kijken met een laptop of een tablet, een mooi groot scherm, pak uw mobiele telefoon erbij. Ga alvast naar dekkerwatersport.nl. Rechts onderin zit een tekentje voor de chat. Een groenig icoontje. Klik daarop, dan kunt u vragen stellen. En die vragen beantwoorden we vanavond zoveel mogelijk. Het team van Dekker Watersport zit ook weer voor u klaar om via de chat op YouTube, maar ook via de privéchat op de website, zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Ik ga ook even wat vragen beantwoorden over het brandstofsysteem, want ik zag er al een paar binnenkomen. Pak ik even mijn telefoon erbij, dan kan ik meelezen. Ja, er komt inderdaad een hele terechte opmerking binnen over het vervangen van die filters. Als je zo'n filter losdraait, deze heb ik iets te enthousiast vastgedraaid de vorige keer, hij komt. Dan zitten er altijd een aantal rubber ringen in. Bij deze is dat één ring. Nou, dat is het voordeel van origineel Vetus, die ring zit ook echt vast aan het filter. Stel dat die ring nou bij een ander filter vast zit in het huis, moet je heel goed in de gaten houden dat je hem hier even vanaf haalt, maar dat hij wel juist op je filter zit. Nou, bij deze is het maar één ringetje. Je hebt ook filters met een centrale bout waarmee je het hele stul aan elkaar vastschroeft. Nou, die centrale bout zit een ringetje bovenin, er zit een rubberringetje aan de onderkant. Dan zitten hier nog rubberringen tussen. Dat kan een heel circus zijn hoe zo'n filter in elkaar zit. Dus als je dat voor het eerst doet, let heel erg goed op dat overal maar één ring zit. Hou wel in de gaten, overal waar staal op staal zit, of metaal op metaal, iets netter, zal ook een afdichting moeten zitten. Nou, het tweede is, er staat gewoon keurig op de zijkant hoe je hem weer in elkaar zet. Dit filter mag ik van tevoren vullen met diesel, dat scheelt een hoop gedoe met ontluchten. Er moet een klein beetje olie op deze ring, doe dat ook vooral in de praktijk. Het is verleidelijk, zeker als je op een rotplek ligt, om dat niet te doen. Maar smeer je hem niet in, ja, dan loopt hij ergens vast. Als je hem aandraait, daar stroopt hij op, waardoor hij nog dikker wordt. Maar ergens anders wordt die ring dunner. Dan gaat hij juist lekker. Dus neem een klein beetje motorolie, dun randje eroverheen. Dan de volgende stap, je draait hem vast en dan nog een halve slag. Met de hand vastzetten, geen gereedschap. Dus ik draai hem gewoon vast totdat hij aanloopt. En nu nog een halve slag verder. Dit oliekannetje aan die kant zetten. Ik heb er nu geen olie op gedaan, dus ik draai hem niet helemaal door. En dan zit hij vast zat. Draai hem vooral niet nog vaster, want je draait alles aan gort, waardoor het alleen maar harder gaat lekken. Dus dank je wel voor degene op de chat die opmerking maakt. Volledig terecht. Let wel goed op alle afdichtingen bij dit soort filters. Die kunnen op verrassende plaatsen zitten, onder zo'n boutje of juist helemaal aan de onderkant. Dit is ook gelijk de belangrijkste storing bij je brandstofsystemen aan boord. Het groffilter wat verstopt raakt. Nou, voorkom vooral dat het gebeurt. Zorg dat je droge brandstof tankt. Nou, in Nederland is dat allemaal prima voor elkaar. Kijk af en toe eens naar de afdichtring van je dekvuldop. Dat is een bekende plek die lekt. Nou, dan komt er water in je diesel. Moderne diesel met die bio-toevoegingen beginnen bacteriën te groeien. Ja, en voor je het weet ligt die hier onderin vol met zwarte prut. Heb je toch een keer wat water in je diesel gehad, tap het zoveel mogelijk af. Bij Dekker Watersport kun je van die vacuümbolletjes kopen. Die zijn eigenlijk bedoeld om motorolie af te pompen. Maar met zo'n ding kun je ook heel mooi de bodem van je tank schoon stofzuigen. Zodat je alle laatste beetjes water en prut kwijtraakt. Hier wou ik het bij laten voor het brandstofsysteem. Ik kijk nog even op de telefoon of er vragen zijn binnengekomen. En dan gaan we door naar het koelsysteem. Even kijken, er wordt een vraag gesteld over blauwe diesel. Er zijn steeds meer verschillende, steeds meer typen diesel, bijvoorbeeld GTL diesel, gas to liquid. Dat zijn hele zuivere brandstofsoorten, maar die kunnen ook wel weer eens voor wat andere problemen zorgen. Nou, dat is echt het onderwerp om een andere keer verder op in te gaan. Wat brandstof betreft, ja, ik denk gewoon standaard normale diesel, maar let goed erop dat er geen vocht bij komt. Tank vooral niet meer dan dat je verwacht in een seizoen weg te draaien. Ik heb vorig jaar 50 liter getankt met mijn zeilbootje. Ja, die diesel zit er nu nog steeds in. Dat maakt wel dat hij steeds ouder wordt. Een paar maanden oud, een half jaar is geen probleem. Maar zit die diesel er al 3-4 jaar in, als je joekels van tanks hebt, ja, dan wordt het echt tijd om wat gif toe te voegen. Je kunt inderdaad ook de moderne dieselsoorten tanken waar geen bacteriën in kunnen gaan groeien. Maar ja, dat heeft hele specifieke voor- en nadelen.
Dus wat het brandstofsysteem betreft wil ik het hierbij laten. Even kijken. Oh, er komt nog een goede vraag binnen over dubbel uitgevoerde filters. Wat je steeds meer ziet is twee filters naast elkaar. Zit er één verstopt, zit er een kraan in het midden, gebruik je het andere filter. En bij de echt luxe systemen kun je dit filter dan loshalen en een nieuw filter monteren. Ik ben zelf een groot voorstander van dubbele filters. Heb je bacteriegroei, ja, dat kan echt in een hele korte tijd je filter verstoppen. Dan is het kraan omzetten en je hebt weer schone diesel. Ik heb een hele vervelende ervaring gehad op het Amsterdam-Rijnkanaal. En sindsdien zorg ik wel dat mijn diesel goed voor elkaar is. Dus dubbele filters, ja zeker voor degene die opmerking gaf. Ik vind het een heerlijk systeem. Kraan ertussen, klak, je hebt weer een schoon filter. Nou, voordat zo'n schoon filter weer verstopt zit, heb je tijd genoeg gehad om een veilige lichtplek te zoeken. Ik wissel weer even van camera, want dan stappen we over naar het koelsysteem. Zo, ook weer even de microfoon verplaatsen. Even wat onderdelen erbij. Ja. Het koelsysteem zit in de praktijk iets complexer in elkaar dan het brandstofsysteem. In je motorblok circuleert koelvloeistof, die warm je op. En die koelvloeistof, die moet je koelen. Nou, dat is het systeem waar wij naar kijken. Koelvloeistof in je motorblok, vervang hem om de 4, 5 jaar, hou het pijl in de gaten. En verder hoef je daar niet zoveel mee. Waar we vandaag naar kijken is wat we noemen het buitenwatersysteem. Nou, ergens in je boot zit een gat met een klein zeefje, die zuigt buitenwater aan. In het buitenwater kan natuurlijk van alles groeien en bloeien. Dus vaak kom je dan eerst een afsluiter tegen en na die afsluiter kom je bij de wierpot uit. Nou, wierpot is eigenlijk een soort vergiet die bezinksel, kroes, waterplantjes, palentjes, visjes, van alles en nog wat kom je in die filters tegen, filtert. Nou, dit is mijn favoriete uitvoering met een heldere bovenkant, omdat ik gewoon kan zien wat er met dat filter gebeurt. Hoef je hem niet steeds open te maken. Nou, dit filter wordt op een gegeven moment een beetje smoezelig, loopt vol. Nou, pak een puts water, klots hem daarin schoon en dan kun je weer terugplaatsen. Waarom in een puts water? Als je dit overboord doet, geheid dat je hem kwijtraakt. Ja, dan heb je een probleem. Dus stop hem even schoon. Ook hier weer, net zoals bij de brandstoffilters, een rubber ring. Smeer die af en toe even in met wat vaseline, zodat die lekker soepel blijft lopen. Filtertje er weer in. Nou, die deksels erop schroeven, het is vrij grove draad, dat valt nog wel eens tegen. Ik draai hem vaak eerst de verkeerde kant op, totdat je klik hoort. Oh, ja, klak. Dan valt die draad op zijn plek en als je hem dan vastdraait, zit hij eigenlijk altijd goed. Het is plastic op plastic. Vast is vast, je hoeft hier echt geen grof geweld voor te gebruiken. Dus even de verkeerde kant op draaien tot je klak hoort en dan schroef je hem terug. Nou, dit vangt heel veel vuil, heel veel prut op, voornamelijk kroos. Nou, vanaf hier loopt een slang naar je motorblok toe, naar wat we noemen een impellerpompje. Nou, dat is het kritieke deel bij koelwatersystemen. Dat impellerpompje heeft best een zwaar leven. Water zit vaak ook wat zand in, wat van de bodem is opgewerveld. Ja, dat wordt allemaal door dat arme pompje rondgepompt. Straks gaan we het pompje er ook even afschroeven, want dit is het deel wat aan boord nog wel eens wil verslijten. Zorg dat je die ook reserve bij je hebt. Nou, vanaf hier pompt hij het water bij deze motor naar de achterkant. Hier zit een warmtewisselaar. Die onttrekt nu de warmte van het koelwater wat in je motorblok zit. Dus je hebt buitenwater wat hier door het pompje gaat. In je motorblok zit koelwater. Nou, die koelt. Dan komt hij hier weer naar buiten toe. En dan wordt dat water hier door de uitlaat naar buiten gepompt. Nou, bij de uitlaat zit vaak zo'n rubberslang. Nou, dat kan, dat uitlaatgas is weliswaar bloedheet, maar het buitenwater wordt gewoon in je uitlaat gepompt, waardoor het uitlaatgas afkoelt. Dan kom je aan bij wat we noemen een waterslot. Water en uitlaatgas loopt hierin en het wordt om de zoveel tijd in één keer vop naar buiten gepompt. Dus er komt continu uitlaatgas en water in deze pot. Waterniveau loopt op en als hij vol staat wordt het in één keer naar buiten geblazen. En dat geeft dat typische floets geluid. Nou, in de praktijk is dat een vrij stabiel iets. Want geef je meer gas, vraag je meer vermogen van je motor,
meer uitlaatgas, meer toeren, ook meer koelwater. Die snelheid waarmee dat water naar buiten komt is vrij constant. Wordt dat pompje slechter, dan zul je merken dat die tijd toe gaat nemen. In plaats van om de 5 seconden vloets, wordt het 8 seconden, 9 seconden. Dan kun je nog lekker op vakantie, maar dan weet je dat er iets in je systeem niet goed zit. Dus probeer een gevoel te krijgen voor dat ritme. Als je de motor start en hij loopt stationair, om de 20 of 30 seconden geef je meer gas. Nou, dan weet je op een gegeven moment wel wat het ritme moet zijn. Wordt het pompje slechter, nou, dan merk je dat dat ritme verandert of dat er helemaal geen water meer uitkomt. Nou, dat hoor je ook heel erg duidelijk. Dan wordt het tijd om naar dat pompje te kijken. Nou, vaak zit er ergens in het systeem een kogelkraan. Zet die dicht. Zorg dat je het juiste gereedschap hebt. Schroef het dekseltje los. En met bijvoorbeeld een waterpomptang kun je het pompje eruit halen. Zet er nooit 2 schroevendraaiers in om hem eruit te wippen. Dit is koper, messing, een legering. Heel erg zacht spul, dan druk je er een deuk in. Zorg dat je echt alleen maar kracht zet op het rubber. Ik zet er even een beetje onhandig voor, met een beetje geluk komt hij wel. Nee, ik moet even gaan verzetten. Momentje. Het kan altijd wat gefriemel zijn, maar met een beetje geduld komt hij wel. Ja, daar komt hij. Kijk, dan komt het impelletje tevoorschijn. Nou, je ziet die schroepjes, nou, die worden continu verbogen tijdens het pompen. Dus controleer altijd even of hier geen barstjes zitten. Nou, deze ziet er nog perfect uit. Die zou ik echt probleemloos weer terugplaatsen. Dit is een rond asje, dit is een rond gat. Er moet altijd iets zitten wat het pennetje, wat het pompje meeneemt. Hier zit een pennetje in het midden. Soms moet je die hier uitschroeven in het nieuwe pompje, in het nieuwe impelletje terugschroeven. Het kan zijn dat hier een heel klein spietje zit. Nou, ook hier geldt weer, er moet een afdichting zijn. Nou, dit is mijn favoriete type. Daar merk je aan dat Vetus echt scheepsmotoren bouwt. Dit is een O-ringetje wat je heel makkelijk kan vernieuwen. Veel merken hebben hier een papieren bak in. Nou, die scheurt als je deksel eraf haalt. Dan moet je de hele deksel schoon gaan lopen poetsen. Dan moet je weer extra onderdelen bij je hebben. Nou, dat O-ringetje kun je heel makkelijk vervangen. Wil je het impellerpompje vervangen? Nou, kijk even wat de draairichting is. En dan druk je heel makkelijk weer terug op zijn plek. Dekseltje er weer op. Nou, ik had bij de vorige cursus hier al een streepje opgezet. Zodat ik ook kan zien hoe die teruggeplaatst moet worden. Want ja, je kunt hier natuurlijk meerdere standjes uitzoeken. Maar er staat nog een streepje op van de vorige keer. Boutjes er weer in. Nou, dit soort dekseltjes. Altijd even rondom vastschroeven. Zet niet deze helemaal vast. Draai ze er allemaal in, handvast. Omdat het dekseltje heel mooi recht aangedrukt moet worden. Zou ik deze schroef nu al muur vastzetten, komt hij wat schuin te zitten, gaat hij geheid lekken. Dus ik draai ze even allemaal met de hand vast. Sleuteltje erbij. Nou, nogmaals, het is koper, het is messing, het is een legering. Het is allemaal niet zo sterk. Maar wel heel slijtvast. Klein beetje kracht, 1 vinger erop is al genoeg. Bedenk met dit soort dingen, het is makkelijker om iets wat lekt nog een beetje vaster te zetten, dan om iets wat je stuk gedraaid hebt te repareren. Als ik hier nu echt een beetje kracht op zet, dan trek ik het hier, draait die bout zo dol. Nou, impellerpompje vervangen en je kunt weer door met de vaartocht. Dan is er nog een derde onderdeel wat kritisch kan zijn. Nou, dit is een scheepsdiesel, het waterpompje wordt aangedreven door het motorblok. Bij heel veel motoren wordt het waterpompje aangedreven door een V-snaar. Nou, die heeft een zwaar leven. Als hij gaat slippen, verslijt hij nog veel sneller. Zorg dat je ook 1 of 2 V-snaren reserve aan boord hebt. Die vervangen is ook niet zo gek veel werk. Maar kijk even in de handleiding hoe ze dat graag willen. Nou, dat zijn de kritische onderdelen. En ja, de ervaring van de KNRM is, heel vaak zijn het deze 2 onderdelen die een storing geven. Je brandstoffilter of het impellerpompje.
Of nog simpeler, de wierpot, als die nooit schoongemaakt wordt, ja, op een gegeven moment zit die verstopt. Volgens mij komen er wat vragen binnen, dus ik ga even naar de telefoon toe. Ik moet ook mijn knieën even redden. Oh, sorry, ik ben de microfoon vergeten. Zo. Ik spiek even op mijn telefoon welke vragen er zijn binnengekomen. Bij een sail drive is er geen wierpot aanwezig. Nou, dat klopt. Een sail drive zit ver onder water. Zit ook in mooi schoon water. Daarom pikt hij al wat minder vuil op. Maar een sail drive heeft van de buitenkant wel heel veel kleine gaatjes. Dus dat vergiet wat je net in beeld zag, de wierpot. Nou, bij een sail drive zit dat eigenlijk al onder water. Nadeel is dat het wat lastiger schoon te maken is. Dus staat hij een keer op de kant. Kijk even heel goed of die gaatjes nog goed zuiver zijn. Prik ze desnoods even door met een tandenstoker als er toch wat aangroeien op zit. Maar die gaatjes zijn dan eigenlijk je wierpot. Voordeel van een sail drive is, door het varen spoelt er zoveel water langs. Zit er een keer wat dwars, dan spoelt het er vaak ook wel weer uit. Maar staat hij een keer op de kant, pak even een tandenstoker, kijk of die gaatjes goed schoon zijn. Leuke vragen, stel die ook vooral in de chat. Even kijken, oh, er kwam nog een vraag binnen. Als het diesel uit je uitlaat komt, dan komt dat waarschijnlijk omdat je verstuivers niet mooi meer vernevelen. Dan verbrandt de diesel niet goed. Dan wordt het echt tijd om een goede monteur in te schakelen om eens naar die verstuivers te kijken. Er zijn ook andere mogelijkheden waardoor je wat diesel krijgt. Het kan ook olie zijn. Maar dat is wel typisch een signaal dat je motorblok ergens iets niet helemaal goed zit. Het zal niet direct schade geven, diesel in je water. Maar het is wel iets waar je duidelijk naar moet, laten kijken. Even terug naar de vraag over koelsystemen. Even kijken. Een Perkins motor met kielkoeling, rubber afvoerslang voelt vettig. Wat kan bij oudere Perkins motoren? Als je motor loopt, komt er ook wat, ze noemen dat blow-by, wat gas langs je zuigerveren. Bij oudere Perkins motoren werd dat gewoon je motorkamer ingeblazen. En dat kan een hele lichte olieachtige aanslag geven. Bij alle moderne motoren wordt dat gas door je luchtfilter aangezogen, waardoor je het gelijk weer verbrandt. Maar dan is ook je hele motorkamer een beetje vettig. Als het alleen die slang is, dan zou mijn inschatting zijn dat het gewoon niet zo'n beste kwaliteit slang is geweest. Dat die daardoor wat vettig voelt. Wat verder kan ik daar zo geen oorzaak voor bedenken. Even kijken. Ja, bij GTL tanken inderdaad, ja, dan kan het zijn dat je garantie vervangt. GTL is die extreem schone brandstof, gas to liquid. Het kan zijn dat je pakkingen daar slecht op reageren. Bij 99 van de 100 motoren is het geen probleem, maar je zal net die 100ste motor hebben die wel problemen heeft met GTL. Dus mijn advies is altijd, tank gewoon de normale standaard diesel. Daar is je diesel voor gemaakt, maar zorg wel dat die schoon en droog is. Hoe kun je het beste je koelvloeistof vervangen? Nou, even over koelvloeistof. Moderne motoren zijn ongelooflijk betrouwbaar, kunnen 8, 9, 10.000 uur draaien zonder problemen. Als je maar op tijd die koelvloeistof vervangt. Koelvloeistof koelt niet alleen, maar koelvloeistof voorkomt ook dat je motorblok van binnen gaat corroderen. Ik sprak laatst een hele ervaren rot van een revisiebedrijf en die had een prachtige stelling. Namelijk dat moderne motoren niet meer verslijten, maar dat ze wegrotten omdat die koelvloeistof nooit vervangen wordt. Dus om de 4, 5 jaar vervang je koelvloeistof. Bij de meeste motoren zit er gewoon ergens een kraantje of kun je ergens een slang lostrekken. Dan loopt de koelvloeistof eruit. Vang die natuurlijk op, laat het milieu, lever het in bij de Milieustraat. Slang weer vastzetten, haal verse koelvloeistof van het juiste type bij bedekkenwatersport. En vul gewoon je motor maar af, er is verder niks spannends aan. Kijk even je handleiding hoe hoog het moet staan. Vul vooral niet te veel, zorg dat het op de juiste hoogte staat. Vul je hem tot het randje en je blok wordt warm, dan loopt vaak je dure koelvloeistof er weer uit. Waardoor alles nat wordt. Dus kijk even in de handleiding hoeveel je nodig hebt. Vul tot het juiste niveau en haal vooral de juiste soort koelvloeistof. Nou, bij Dekker Watersport hebben ze alle typen staan. Nou, u merkt al dat ik probleemloos 8 uur vol praat over een dieselmotor. Dat is ook de duur van de normale cursus. Ondertussen is het al flink over 8:30 heen. Dus ik kijk nog even of er vragen binnenkomen.
Nou, ik neem aan dat er ook weer heel veel vragen worden beantwoord via de chat op YouTube. Dat was de vorige keer erg leuk om te zien. Ik zie niet zoveel vragen meer binnenkomen. Dan wil ik jullie vooral nog een heel lang en veilig vaarseizoen toewensen. Ik heb 5 lezingen gegeven. Heb je nog onderwerpen voor lezingen? Geef die vooral door via de chat. Neem contact op met de winkel. Geef het door. Ja, ik hoop dat jullie gezien en geleerd hebben wat jullie wilden zien en leren in deze trainingen. Volgende week is er een iets andere avond. Arjen Berghijk van Vaarplezier geeft aan een lezing over de basis van de voorrangsregels op het water. Ik heb ze al een paar keer geprobeerd in mijn hoofd te krijgen van hoe zat dat nou ook alweer op de rivieren met de stroom van achter het BPR, het RPR. Hij heeft daar een prachtige presentatie voor. Om weer even op te frissen voordat we heerlijk het vaarseizoen ingaan. Hoe zat het ook alweer met die basisregels? Dus volgende week geen lezing van mij, wel eentje van Arjen Berghijk. Nogmaals, ik wens jullie een heerlijk lang en veilig vaarseizoen toe. En hartelijk dank voor alle aandacht.